Zo, dan ben ik lekker aangekleed. Nee, ik ben niet aangekleed trouwens. En kijken wie er gaat spelen. Koetje, Weaver. Maar ja, moeten we mee dealen. En dan heb ik vast nog tot eerst wat handdoeken, kleren en onderbroeken. Super tof dat jullie kijken naar gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sandpad, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. Al een paar minuutjes. En ik zat alleen dingen achter de computer doen. En die ben ik nog mee klaar. En die ga ik ook klaarmaken om te douchen. En alles schoon te maken. En dan gaan we de nieuwe start beginnen. En ik ga eerst even lekker fijn kijken. En editen. Dus dat ga ik allemaal eerst doen. En daarna zien we voor de rest wel wat er gaat gebeuren. Maar in ieder geval, nu even lekker douchen. En lekker aankleden. Dus laten we dat maar even lekker eerst doen. Dus even aan douchen. Zo, dan ben ik lekker aangekleed. Nee, ik ben niet aangekleed trouwens. In ieder geval even wel lekker gedoucht. En wel, nu ga ik lekker klaarmaken om aan te kleden. Dat wil ik zeggen. En wat ik ook ga doen is klaarmaken om radio aan te zetten. Was vergeten om uit te zetten. Ook handig. Maar ja, ik ben aan te klikken en dan heb ik hem al. En dan dadelijk Feyenoord, Twente Feyenoord kijken. Oh, ben ik benieuwd. Gaat Feyenoord de koppositie vasthouden? Of is het gelijkspel? En is het klaar waarschijnlijk? Maar in ieder geval, ik ga die even lekker kijken. Laten we dat even lekker doen. En we gaan eerst even aankleden. Laten we dat eerst doen. Let's go. Even aankleden. In 3, 2, 1, go. Hoppakee, lekker aangekleed en wel. Ik ga nu lekker achter de computer zitten. Om lekker te editen. Dan lekker wel bij sloffen aan. En kijken wie er gaat spelen. Koetje, Weaver, Szymanski, Hartman, Hansko, Geertruiden en Pedersen achterin. Bij de loop toe. Koetje, Szymanski en Weaver. En dan Dilson Ron, Jiménez en Jahan Baks. Oh, Jiménez. Maar in ieder geval, ik ga nu even lekker editen. Laten we dat even nu doen. Santo, Iago, Santo, Iago, Jiménez. Santiago, 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 Jiménez. Edel, Feyenoord. Helaas 1-1 gebleven de wedstrijd. Maar ja, moeten we mee dealen. En ik ben blij dat het 1-1 is gebleven eigenlijk. Maar ja, in ieder geval nu even dingen opruimen en een beetje langzaam een beetje dingen op orde gooien, dingen weggooien. Dus laten we dat ook nog even doen. Zo, hoppakee. Dus laten we dat ook maar even doen. Die plank. En moet ik er weer niet op gaan zitten. Dat is gewoon niet slim. Zo, even dingen pakken. En dan ga ik dadelijk even afwassen. Ik zit er even te twijfelen wat ik eerst ga doen. Afwassen of de was gewoon. Maar ik denk dat ik eerst even de was doe. En dan even de afwas als laatste na eten. Anders morgen uit mijn werk. Hoe ik mijn licht gaan, ook hoe ik voel. Maar in ieder geval even alle kopjes even opruimen. En je hebt ook nog een kopje. Zo. Hoppakee. Dit opruimen. En dan ga ik eerst even de was doen. En daarna de... Zie je voor de rest wel. Dus. Laten we dat even doen. Even was sorteren. Dat ga ik nu even doen. En dan heb ik was sorteren van handdoeken, kleren en onderbroeken. Dus dat heb ik alvast gedaan. En wat ik ook zat te doen is voetbal kijken en Minecraft. Ga ik eerst even wachten tot de één was gedaan is. En dat is eigenlijk een handdoek, de lakens. Moet misschien nog even wassen. Dus die ga ik eerst doen en daarna de rest. Dus kleren, ondergoeden en de handdoeken. En ook werk van mijn kleren van mijn werk ook nog gedaan worden. Dus eerst even de bedlakens. Zit ik nou eens te bedenken? Ik was helemaal vergeten. Ik zit helemaal in de video van Enzo te kijken. Zit ik ook te bedenken. Oh wacht. Mijn was
is klaar geweest. En dan ga ik nu maar die ophangen. Dat zijn mijn werkkleren namelijk. En ik moet nog 3 vassen doen. Doordat ik de hele tijd weer bezig ben. Die even hier leggen. Zo. Hoppakee. Hop. 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 Even deze recht leggen hoor. Want deze wil ik er neerleggen. Hop. Hoppakee. Hop. Ik heb die even drogen. Dus. En die andere even pakken. Hoppakee. En de Cambuur staat 1-0 voor, zie ik. Tegen Fortuna. 0-20 geworden. Feyenoord gelijk. Cambuur geworden. Oké. Okay. Nou mensen, het is nog niet voorbij trouwens. Maar ik ga dadelijk even de tweede was erin gooien. Dan zijn het mijn kleren. Want was ik even helemaal vergeten om eruit te halen die kleurspullen. En wat ik dan ga doen is de tweede was. Ja, de tweede eigenlijk alweer. En dat is nu... Dus kleren, ja. Nee, laten we de handdoeken maar doen. Zo, de handdoek heb ik hier. Hoppakee. Hop. Die maar doen. Hoppakee. Wel lekker gedaan te hebben. De was. Missen. Het is niet leuk, maar totdat je het gedaan hebt, vind ik altijd. Zo. Nee, deze moet ik niet hebben. Ik moet azijn hebben. Ik doe handdoeken altijd met azijn trouwens, voor mensen die weten. Niet weten. Zo. En dat is ook heel goed om theekan schoon mee te maken. Zo. Ook weer gedaan. En wat ik dan ga doen is eigenlijk... Kan je eten geven, maar ik heb geen eten meer voor hem. Dus wat ik dan ga doen is eigenlijk brokjes geven. Dan heeft hij in ieder geval eten. Hé jongen? Hé? Ja! Hé, hey, doe eens even rustig aan. Hé? Hey? Hé? Doe eens even rustig. Doe eens even tranquilo. Rustig is. Hé. Hey. Even rustig aan, hè? Zo, dan ga ik hem maar even broekjes geven. En dan ga ik klaarmaken om dadelijk zelf te eten. Ik zit nu dus al te twijfelen, zou ik nu gelijk eten maken of wachten? Maar dan ga ik nog even bedenken. Zo, ja. Zo. Ik zit wel te denken om eigenlijk dit te nemen. Ja, laten we dat doen. Daar heb ik gewoon even trek in. Hebben we een andere of niet? Weet je, doe het gewoon. Doe even stikken eruit. Nee, laten we het maar niet doen. Ik zit te twijfelen te nemen, ja weet je, het moet wel. Zo. Zo, dus ga ik even lekker warm maken en ga ik even snel thee, soepje eten. En dan zien we voor de rest wel wat we gaan doen. In ieder geval, ik ga die binnenkort ook wel halen.
andere keer. En nu maar even lekker voetbal kijken en YouTube kijken. Zo, dan ga ik me even ook mijn eten maken. En wat ik ga eten is bami met saté. Want die had ik nog. En ja, 2 van 5. Ja, die is nog goed. Dus die ga ik even gebruiken en lekker eten. En dan ga ik, maar lekker eten. Zo, en nu naar middelste. Zo. Zo, hoppakee. Hoppakee, ook los. Wil ik altijd af hebben omdat die dan zo irritant is. Zo, die ga ik even lekker warm maken, die eten. 5 minuutjes. En dan lekker eten. Want over 4 minuten is het alweer 6 uur. Ik ben zo'n type. En ik ben zo'n type die op tijd wil eten. Wat niet altijd lukt, maar meestal van de 10 keer lukt het wel. Zo, nu 5 minuutjes, 2 seconden te veel. En dan ga ik nu wachten tot die eten klaar is. En dan ga ik lekker eten en dan nog 2 wasjes doen en dan ben ik klaar. Dus, dat is wel even heerlijk. Nu zijn het handdoeken, daar kleren en dan daarna ondergoeden. Zo, even lekker hoog, lekker rustig, echt relaxed weekendje gehouden. Omdat ik ziek ben geweest natuurlijk. Ziek. Jij nu niet echt. Maar niet fit. Dat is het alleen. En maar kijk hoe kan jij hier liggen. Lief liggen. Hier jongen. Ja. Lig je liggen lief hier zo. Boef. Maar wat ik nu ga doen is klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Morgen vroeg op. Ik ga gewoon weer proberen te werken. Dus laten we dat maar even lekker doen. En de hele was allemaal gedaan. Alleen morgen even zware klus. Even opruimdagje. En voor de rest zien we wel wat er gaat gebeuren. In ieder geval nu lekker bed in duiken. En lekker slapen. Morgen weer een dag. En dan zien we voor de rest wel wat er gaat gebeuren vandaag. En wat ik eigenlijk hier wel wil zeggen is... Jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. En top reactie die ik heb gelezen. En ik ga nu lekker mijn bed in. Ik wil je nogmaals. Jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een duimpje omhoog. Ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het toch zijn als je beneden meneer abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een gloednieuwe vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij later. En dan zit ik lekker achter de computer. En dan word ik echt eens even kijken. Wat? Wie interesseert jou om een beter mens te zijn? En toen was het ineens 4 uur alweer. Wat ik gelijk klaar ga zetten is eigenlijk...